Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En in de video van vandaag hebben wij meegenomen de IVA S5. In de video van vandaag, zoals jullie van ons gewend zijn, alle details en een hele korte rijimpressie. Aan de voorkant zien we om te beginnen LED knipperlichten en ook een LED koplamp met dagrijverlichting. Nou, de voorvering die is telescopisch. Waar ze over nagedacht hebben, dat zijn deze rubberen sokken, want zo komt er gewoon minder vuil tussen de keringen. Dus daar is gewoon weer aandacht aan besteed. Zoals bij vele andere elektrische scooters heeft hij aan de voorkant een schijfrem en de wielmaat die is 12 inch. Aan de achterkant zien we het stepje voor de medepassagier. Dat is gewoon altijd wel fijn als die uitklapbaar is. Dat zit gewoon lekkerder dan dat je je voeten als medepassagier echt soort van naar binnen moet schuiven. De sterke achterbrug en twee achterschokbrekers. Dus zowel één aan de linkerkant als de rechterkant. En die zijn ook nog eens verstelbaar. En dat is wel echt een pluspunt. Schijfrem aan de achterkant. Voornamelijk zien we dat toch wel bij de meeste elektrische scooters. Maar er zijn nu ook voorbeelden die weer die echte oldschool trommelrem hebben. Een schijfrem remt gewoon wel een stuk beter. Nou, het achterwiel, dat kennen we natuurlijk, is van Bosch. 3000 watt vermogen heeft deze met het 12 inch achterwiel. Standaard is de IVA S5 voorzien van twee standaarden. We hebben de zijstandaard en de boxstandaard. Het is wel zo, tip van de dag, op de boxstandaard staat hij wel gewoon echt een stuk beter. En waarom? Als je de zijstandaard gebruikt, je hebt bijvoorbeeld een windscherm en het waait een beetje, dan staat hij nog steeds op de wielen, dus dan kan hij er vandoor rollen. Dus ons advies is altijd die boxstandaard te gebruiken. En voor nood heb je altijd ook nog de zijstandaard. Dit is wel een grappig detail, want bij Vespa of Piaggio schroeft iedereen altijd zijn achterlicht eraf om daar vervolgens een smoke achterlicht voor terug te zetten. Bij de IVA krijg je hem gewoon standaard. LED achterlicht, het is wat moeilijker te zien nu omdat we vol de zon hebben staan. Maar we hebben hier zeg maar wat blokjes die oplichten zodra je de remming knijpt. En nog een streep aan de bovenkant en aan de onderkant. Ik vind het design van het achterlicht wel heel erg vet. En natuurlijk hebben we ook nog kentekenplaatverlichting, want het is een splinternieuwe Euro 5 editie. Wat zien we allemaal op het display? We zien hoe vol de accu is, hoe hard we gaan. Momenteel staan we in rijmodus 3. Als ik nou aan deze knop draai, dan schalen we de rijmodussen terug en dan gaan we simpel gezegd minder hard. We hebben nu 3,5 kilometer gereden. Hij staat in de readystand, we zijn klaar om te gaan en we zien dat de verlichting aanstaat. Qua verlichting kunnen we hier switchen met deze knop naar groot licht en normaal licht. We hebben de richtingwijzers naar links, indrukkers uit en naar rechts, indrukkers uit. En we hebben hier de klaxon. Hier hebben we de verschillende rijmodussen en dat zie je dan ook switchen op het display. Simpel gezegd schaalt hij eigenlijk alleen maar terug in snelheid. Hiermee kunnen we de verlichting uitzetten, maar de dagrijverlichting die blijft altijd aan. De belangrijkste knop is eigenlijk deze P-knop, want als ik die 2 seconden inhoud, dan schieten we in de ready modus. Dan kan ik gas geven, zijn we klaar om te gaan. Druk ik hem weer 2 seconden in, dan schiet hij in de P-modus en dan staat hij eigenlijk weer geparkeerd. Het contactslot heeft meerdere mogelijkheden. Als we het stuur naar links doen, we duwen de sleutel in en we draaien hem naar links, dan staat hij op stuurslot. Als we nou weer in het midden zet, gaat hij van stuurslot af, draaien we de sleutel naar rechts toe, dan staat het contact aan. Als ik hem nou zonder in te duwen naar links draai, dan gaat het zadel open. Wat zien we nog meer? We zien hier een USB-aansluiting in de hoek zitten, dus dan kan je nog eenvoudig je mobiel laden. We hebben nog een mooi opbergvakje en nog een mooie tassenhaak. Nou, deze S5 is ook nog voorzien van een keyless go kastje, dus je kan hem hier ook nog gewoon mee starten. En hiermee kan je hem ook nog op alarm zetten en van alarm afhalen. De accu die zit onder de buddybak. Als ik deze schakelaar omzet en ik draai hier aan deze eigenlijk blauwe stekker, dan kan je heel eenvoudig de accu losklikken. Het voordeel is dat er ook nog hier een knopje zit waarbij je kan zien hoe vol de accu zit. Dus dan kan je hem op de keukentafel ook nog checken hoe vol die zit. Heb je nou 2 accu's, dan kan je hem gewoon in het tweede slot zetten. Alleen dan zit je buddybak wel vrij vol. Als je de accu er weer in laat zakken, dan klik je de kabel er gewoon op. En dan pop, klikt hij hem automatisch vast. Zet je dit knopje weer over, maakt hij een geluidje en dan ben je klaar om te gaan. Laden kan op 2 manieren. Je kan de accu eruit halen en deze stekker in rechtstreeks zeg maar in de accu steken.
Of je laat de accu aangesloten in de scooter zitten. Dan zit hier eigenlijk een aansluitpunt. Dan klik je de stekker erop en dan doe je deze gewoon in het huis, tuin en keukenstopcontact. De laadtijd is ongeveer tussen de 4 en de 6 uur. Ja, en ik ben benieuwd, als jij nou al een elektrische scooter hebt, op wat voor manier laad jij hem? Steek jij de kabel zeg maar rechtstreeks in de scooter of haal je de accu er altijd uit? Wat wel mooi is, is dit draaimechanisme van deze stekker. Kijk, hij zit gewoon goed vast. Als ik dan aan deze blauwe draaiknop draai, kijk, dan komt hij los. En dat hebben ze wel weer heel erg mooi gemaakt. Wat een hele leuke gadget is en waar we al heel veel vragen over gehad hebben, is dat er een ingebouwde Bluetooth speaker in zit. Ja, hoe verbind je daarmee? Heel simpel. Je zet het contact aan. Gaat heel makkelijk. Je selecteert nieuwe devices op je telefoon. Dus je gaat naar je Bluetooth, je zoekt nieuwe apparaten. Dan vindt hij en Bluetooth. Maak je verbinding. Maakt hij een klein geluidje dat hij verbonden is. En vervolgens werkt hij als speaker. En kan je dus bijvoorbeeld onze YouTube-video's kijken met het geluid uit je scooter vandaan. Daar komt hij. Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En vandaag hebben wij voor jullie meegenomen de IVA S. Superleuk natuurlijk. Deze IVA kun je eenvoudig online bestellen in onze webshop en je kan hem ook nog samenstellen. Dus je kan hem nog helemaal naar wens maken met leuke opties en accessoires. En hij is ook beschikbaar in meerdere kleuren. Nou, heb je deze video gezien en denk je, nou leuk, ik bestel hem, dan komen we hem gewoon gratis bij je thuis bezorgen. Stel dat je nou nog een beetje twijfelt, ook bijvoorbeeld tussen de verschillende IVA-modellen, de S3, de S4 of de S5, kom dan gerust een keer proefrijden bij ons in de winkel, want per IVA-model hebben we gewoon lekker een demo-model staan die jij helemaal kan komen uitproberen. Nou, als we nou de scooter bij jou bezorgd hebben, dan kunnen we ze ook bij je thuis onderhouden. En check ook even ons vernieuwde serviceabonnement. Voor 1 vast bedrag per maand onderhouden wij je scooter aan huis. De grootte van de scooter bepalen we altijd even met mijn lengte. En ik ben zelf 1,95 meter. En zoals je kunt zien, heb ik gewoon voldoende beenruimte. Het stuur staat weer in een soort V'tje omhoog. Waardoor ik ook ruimte voldoende heb met de stuurschakelaars en ook tot het beenschild. Dus eigenlijk ben je kleiner dan 1,95 meter, dan pas je gewoon prima op die IVA S5. En ik heb ook nog voldoende ruimte voor een gezellige medepassagier. En die kan zijn voeten hier kwijt op de uitklapbare voetsteuntjes. Ja, en hoe rijdt dat nou? Ja, eigenlijk gewoon goed. Wat je merkt is dat hij gewoon heel erg stabiel op de weg ligt. En met die 3000 watt Bosch motor heb ik ook echt voldoende power. Dus ik schiet ook gewoon lekker vooruit. Zijn er scooters die sneller optrekken? Jazeker. Maar er zijn er ook een hoop die een stuk langzamer optrekken. Wat wel opvalt, is dat het, zeg maar, het balanspunt ligt wat hoger. Heel veel langs. En dat heeft er puur mee te maken omdat de accu natuurlijk onder de buddybak zit. Bij veel andere scooters ligt die accu onder de treeplank, ligt het zwaartepunt wat lager en die sturen dan net weer even anders. Maar het is ook weer persoonlijke voorkeur, ja, wat jij lekkerder vindt rijden. Dus ons advies, kom ook gewoon een keer vrijblijvend proefrijden om het zelf te ervaren. Eindoordeel voor deze IVA, ja, gewoon een hele, hele dikke voldoende hoor. Prijs, kwaliteit, gewoon super op orde, fijn scootertje. Ik ga er nog even van genieten. De belangrijkste specificaties die jullie graag willen weten van deze IVA S5. En we zullen straks nog even het beeld pauzeren, want dan kan je de specificaties nog even rustig teruglezen. Er zit een 3000 watt Bosch motor onder deze IVA. Qua accu zit er een 60 volt 24 ampère uur in en je hebt nog de optie om er 2 accu's in te zetten. Nou, wat is dan de actieradius, oftewel het bereik? Pak je nou die 45 km uitvoering, dan zit je tussen de 40 en de 60 km. Pak je nou de 25 km uitvoering, heb je ietsje meer tussen de 50 en de 70 km bereik. De snelle rekenaar, als je nou 2 accu's hierin zet, ja, kun je eigenlijk die range gewoon keer 2 doen. En dan kom je gewoon ruim boven die 100 km uit en daar worden we natuurlijk heel erg blij van. Hij is geschikt voor 2 personen, leverbaar in meerdere kleuren en meerdere uitvoeringen zoals we net al vertelden. Zowel de 25 als de 45 km uitvoering. We zijn aangekomen bij de 3 pluspunten en de 3 minpunten en we beginnen even met de minpunten. Minpunt nummer 1, dat is toch wel de beperkte buddybakruimte. Standaard zit er 1 accu in,
dan kan je eventueel nog een lader meenemen en een kettingslot. Maar stop je er nou twee accu's in, ja, dan zit die buddybak toch wel echt vol. Minpunt nummer twee, als we dan kijken naar de concurrentie met twee accu's, dan zien we toch wel dat die accu's vaak tegelijk zijn aangesloten. En hierbij moet je nog de kabel wisselen. En dat wil eigenlijk ook zeggen, als jij hem gaat laden, dat je ook de accu's apart moet laden. Want het is niet zo, ze zijn niet allebei aangesloten. Als je dan de lader erin steekt, dat is je tegelijkertijd laat. Dus dat zijn twee minpuntjes. Minpunt nummer drie, in dit prijssegment heb je ook scooters die iets luxer zijn met de opties. En die hebben bijvoorbeeld ook cruise control. En dat zie je weer niet terug op deze editie. Maar dan komen we nu bij de drie pluspunten. Prijs, kwaliteit, range, die is toch wel heel erg goed van dit model. Gebruik ook gewoon lekker die zoekfilters op onze website. Maar hij komt gewoon elke keer naar boven toe als je in een bepaalde prijsklasse en een bepaalde range zoekt. Dus dat is echt gewoon helemaal super. Nummer 2, dat is toch wel echt een groot pluspunt, is dat je hem wel kan uitvoeren met een tweede accu. Want er zijn ook heel veel scooters waar je gewoon echt maar één accu in kan zetten. Ja, en als je dan wat meer range wil of in de toekomst meer range, ja, dan is dat toch wel echt een groot pluspunt dat deze IVA S5 dat wel heeft. En dan nummer 3, want dit wil je hebben. Hier zit gewoon een ingebouwde Bluetooth speaker in. Echt wel een heel flat, vet, ik wou zeggen flat pluspunt, maar een heel vet pluspunt. Ga je dat vaak gebruiken? Ik weet het niet, maar wij hebben er al heel veel lol mee gehad. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. We gaan richting die 10.000 abonnees en daar zijn we super trots op. Laat ook nog even een leuk berichtje en een like hierachter. En dan zien we elkaar natuurlijk volgende week maandag.